Was u er klaar voor? Ja hoor. Nou, ik ben Jo Schelen, Laurier is mijn eigen naam. En ik woon sinds, precies weet ik het niet, een jaar of drie hier op de Posten. Ik heb hier gewoond op het Leunenberg, in de flat. In 85 zijn wij hier komen wonen weer. Ik ben hier in Enschede geboren. Maar toen ik met mijn man leerde kennen, toen had hij gesolliciteerd naar Haarlem, hebben we daar een tijd gewoond. En in Deventer. En toen een aantal jaren in Maastricht. En toen zijn we weer terug naar Enschede gegaan, want daar lagen onze roots. En er zat altijd iets te zeuren in je, dat je weer terug moest, hè. Lisbeth, mijn vriendin, werkte als kamermeisje in de grote villa aan de rand van de stad. Het was een leuke baan en samen met haar zus Betsy, die daar als keukenmeisje werkte, had ze het best naar haar zin. Vaak kwam ik bij haar op visite en dan aten we in de gezellige keuken hapjes en zaten thee te drinken. Ja, namaak thee, want echte thee was er niet meer. Het was oorlog en veel was er niet meer te krijgen. En toen zei Lisbeth, kom eens mee naar de zolder. Het is een hele grote kast. De schuifdeur is open en die hing helemaal vol met allemaal avondjurken. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik zei, oh Lisbeth, wat mooi. En wij hebben de hele avond lol gehad met mijn been, heel stiekem, al die avondjurken gepast. En toen hebben we er elke een uitgezocht. Lisbeth had een groene, een prachtige, en ze was donker haar en had mooie rode wangen. En die had er een zwart fluweelde pelerintje overheen. En ik had een lichtblauwe, zware zijde. Met allemaal van die glitters hier langs de kant. Nee. En ook met lichtblauw fluweelde pelerintje erover. En we waren, en ik had ze al getrokken. En we vonden het zo mooi, man. Ik zeg, oh Lisbeth, vraag aan mijn vrouw of we die lenen mogen. Oh nee, zei ze, dat durf ik niet, dat doe ik niet. Plotseling pakte Lisbeth een tas en propte alles erin. Hier, zei ze, neem jij maar mee. Ben je wel goed wijs, dan durf ik niet meer thuis te komen. En hoe kom je hier het huis uit met die kleren van mevrouw, vroeg ik verontwaardigd. Och, dat lukt wel, vond Lisbeth. We moeten alleen overleggen waar jij ze heen brengt. Ik had een baan in het centrum van de stad. Het was mogelijk om de japonnen daar te brengen en dan te vertrekken. Als dieven slopen we de trap af. Buiten gekomen, werd de tas met prachtige jurken ineengefrommeld en op de bagagedrager gebonden. En zo gingen wij naar die ze waren de ster van de avond. En ik ben nu 97 en u bent er voor mijn gevoel nog enorm bij. Wat denkt u zelf? Haalt u de 100? Het hoeft van mij niet hoor, maar ik zie wel wat wordt. Ik ga nog een keer van allerlei dingen doen, dus ik vind nog, ik heb er nog geen hekel aan. Soms wel hoor, als je niet lekker voelt, dan denk ik, laat maar. Maar over het algemeen is het wel best prettig.